halen gaan. Oeh,
Leo Blom, gefeliciteerd. Dankjewel. Het was wel heel erg moeizaam vandaag, denk ik. Maar en wat we hadden beloofd en ons voorgenomen om een hele mooie wedstrijd te spelen, dat was ook heel lastig. Maar ja, uiteindelijk telden 3 punten. Ik zei er ook bewust niks achteraan. Nou, maar daarom heb ik bewust wel wat achteraan gezet. Ja. Jij bent de trainer en verantwoordelijk. Nee, 20 minuten. Er zit 2-0 en dan gaan we er recht voor staan met z'n allen. Want nu gaat het gebeuren. Nulletje of 6-7. Nou, dat is misschien ook wel onrealistisch. Die twee goals, dat weet ik wel. De 2 goals waren goed, moet ik zeggen. Dat waren ook prima doelpunten. Alleen we hebben eigenlijk, ik denk dat we gewoon 80 minuten niet in ons spel zijn geweest. Dat is verdienste van Veenwouden. Maar dat is natuurlijk ook, dat is voor ons wel een verbeterpunt, laat ik het dan zo zeggen. Als je weet dat je het van voetbal moet hebben, moet je gewoon goed leren voetballen. En die kwaliteit hebben we en dat kwam er vandaag niet helemaal goed uit. Wat is dan volgens jou als trainer essentieel? Nou, dat je wel blijft vechten en dat er wel blijft knokken. Want we moeten die wedstrijd wel winnen. Dat was zo'n vrijste en ik denk dat we dat wel hebben gedaan. Dus als je het hebt over vechtlussen, over misschien ook wel een anti-kwaliteit van Oldenvesse. Er stond heel veel wind, hè? Absoluut. Omstandigheden spelen ook mee. Maar wat ik net wou zeggen is dat je dan wel een vecht Oldenvesse hebt gezien. En ik denk dat dat al de winst is die we wel hebben geboekt. Want er stond wel een team, maar dat was niet goed. Niet goed genoeg. We hebben nog hoeveel wedstrijden? Nou, heel veel. En we hebben 3 punten, dus de bitterballen komen er gewoon aan zo meteen. Dat lijkt me wel. En de bekende sigaar. Dat lijkt me ook heel goed. Leo, gefeliciteerd op de volgende wedstrijd. Dankjewel.